Welkom. Dankjewel. je een, een dier dat het uh, treinverkeer dagenlang uh, eigenlijk uh, de dassen omdoet, zou ik bijna ja. zeggen. <laughs> ja, sorry, heel slecht. Het is wel simpel. Hè? Ja, dit is ook zo. Um, uh, even om een beeld te krijgen, hè, wat, wat, wat doen die dassen dan precies bij die treinsporen? Ja, ik ben natuurlijk geen, uh, geen ecoloog, maar ik uh, duid het juridisch. Alleen uh, wat ik heb gelezen en wat we ook in de praktijk zien, is dat er uh, uh, een das die leeft in een Dassenburgt. En daarin uh, worden allerlei uh, gaten en uh, holen gegraven. Ja. En die worden. Uh, ik heb me laten vertellen dat het das graag hoog graaft, dus uh, niet bij het uh, grondwater. En dan kom je al snel uit uh, onder het spoor. En uh, daardoor kunnen de verzakkingen plaatsvinden en uh, die moeten dichtgegooid worden. En dat is nog niet zo, uh, niet zo gemakkelijk. Hè? Uh, overigens. Ik begreep ook, lees ik even op, hoor. de natuurbeschermingsorganisatie Das en Boom die zei van ja, wij zagen dit eigenlijk vier jaar geleden al aankomen. Hebben dat ook aangegeven aan de verschillende nou ja, verantwoordelijke organisaties. En ze zeggen daarbij, dassen zijn heel honkvast. Ze blijven maar doorgraven. En zitten eeuwen op dezelfde plek. Dat vond ik ook wel wat. Uh, en, en daarbij zeggen ze zelf ook: Je moet er niet aan denken dat er een trein ontspoort of een dijk doorbreekt vanwege dit, dit soort graafwerkzaamheden van die beesten. Um, want dat komt dan weer op konto van de dassen, terwijl ze zeggen van ja. goed die kunnen er ook niet van. Ah, goed voor de reputatie van de das. Precies, maar die ah. weten natuurlijk ook niet van, hé, hey, rijdt een, nee. een trein of dat gok ik, dat ze dat niet weten. Um, uh, nou, nou zou je kunnen zeggen, van, ver, verhuis die dassen uh, en vol, uh, gooi die burgten weer vol, zodat die uh, sporen verstevigen in dit geval. Ja. Um, dat, dat kan niet zo makkelijk. Nee, kijk, um, het eerste wat ProRail uh, wil natuurlijk, is uh, we moeten die, die burg dichtgooien, ook wat jij zegt. Alleen, um, het is even van belang om te realiseren dat, op basis van de uh, wet natuurbescherming, gelden er allerlei verboden. als er sprake is van een beschermd diersoort. En zo'n das is zo'n beschermde diersoort op grond van de wet natuurbescherming. Mm -hmm. um, onder meer geldt er een verbod om uh, zo'n beschermde diersoort te vangen of te doden. Nou, dat is even de vraag of dat hier aan de orde zou zijn. Maar er geldt ook een verbod om de verblijfplaats. of de uh, vaste rustplaats van zo'n das. ...om die te beschadigen of te vernielen. En daarvan is uiteraard wel sprake als je zo'n dassenburg weghaalt. Ja, maar goed, dat zou ik zeggen. Weet je wel, de, het belang van de das tegenover het belang van uh, de reiziger in dit geval. Nou ja, dat is, dat is ook wel een groot belang, ja. hè, economisch belang. Nou, nemen we het maar op. Ja, absoluut. Maar dat komt in een later stadium. Oh. Je hebt eerst, kijk, ProRail die denkt dan op, op zo'n moment... Uh, ...we moeten zo snel mogelijk die, die, die burg dichtgooien. Alleen dan is er een verbod. Alleen de wet natuurbescherming die biedt voor dat soort situaties... ...en ook voor andere situaties wel de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Alleen, zolang je die ontheffing nog niet hebt, kun je nog niks. En op dat moment had ProRail nog niet die ontheffing. Dus wat moet er dan gebeuren? Dan moeten ze zo snel mogelijk zo'n ontheffing aanvragen. En um, de hoofdregel is dat de provincie dan zo'n ontheffing kan verlenen. Mm -hmm. Maar voor grote nationale belangen, zoals hier uh, bij spoorwegen, moet je dan voor naar de minister. Um, in principe moet je dan naar de uh, minister van Stikstof en Natuur. Alleen... Um, in dit geval voert de, de Rijksdienst um, voor ondernemend Nederland, de RVO, die voert dat uit. En dan moet er zo snel mogelijk een aanvraag worden gedaan en moet vervolgens die ontheffing worden verleend. Ja, dat is gewoon een kwestie van uh, kun je alsjeblieft een handtekening zetten dan kunnen we door. Ja, nou ja, elke ontwikkelaar die zou heel graag willen dat het zo werkt, want zo werkt het absoluut niet. Um, je dient zo'n aanvraag in. En um, vervolgens heeft uh, de, het bevoegde gezag, de provincie of de minister, die heeft 13 weken de tijd om te beslissen op zo'n aanvraag. Maar ja, in dit geval realiseert iedereen zich 13 weken op zo'n cruciaal punt in het spoor. Dat is niet mogelijk. Um, dus daar is heel veel, tijd, of heel veel, veel snelheid mee, mee gemoeid in, in dit geval. Alleen het is wel even van belang dat je um, niet zomaar zo'n ontheffing kan verlenen. De minister kan niet zeggen van we, we doen een, een handtekeningetje, hier heb je een ontheffing, haal maar weg. Want er zijn, zijn, het is misschien wel van belang om te, om te vertellen, er zijn drie cumulatief voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dat is één, dat het um, het minst ingrijpende middel is voor de diersoort. Dus er mag niet een alternatief zijn waarbij de DAS uh, beter beschermd wordt. Mm -hmm. um, dan is twee, uh, er moet een wettelijk belang meegediend zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, in de wet natuurbescherming staat bijvoorbeeld de volksgezondheid of de, uh, de openbare veiligheid, uh, zo'n belang. En ten derde, um, mag het geen negatieve invloed hebben op de staat van instandhouding van de DAS, heet dat dan. Oftewel, uh, de populatie van de DAS in Nederland moet het aankunnen. Ja, ja. En niet zo zijn dat die ontheffing ervoor zorgt uh, nou ja, dat de populatie van de DAS uh, ten onder gaat. Want daarvoor ja. is die juist beschermd. Ja. Stel nou dat, want, want dan begrijp ik wel een beetje dat het niet alleen maar handtekening zetten is. Maar stel dat dat wel zou gebeuren en het is dus eigenlijk is de ontheffing die verleend wordt, ja, die is eigenlijk juridisch niet helemaal houdbaar. Um, ja, dan zie ik bij wijze van de natuurbeschermingsorganisaties alweer bij de rechter aankloppen. Van let op, die dassen, die mogen daar helemaal niet weg. Wat gebeurt er in zo'n geval eigenlijk? Ja, dat is... Um, kijk, ik heb ook even die ontheffing bekeken. Die, uh, die op 23 maart is verleend voor dat uh, traject tussen Eindhoven en Den Bosch. Ja, en dat is toch een ontheffing van, van 25 pagina's dik. Zo, waarbij, 25 pagina's. Ja, waarbij, uh, ja, maar je moet je voorstellen dat al die voorwaarden, dan moet, ja. moet daar voldaan worden. Dus dat moet uitvoerig gemotiveerd worden... Want, je, want bijvoorbeeld, met, er mogen geen mindere ingrijpende middelen uh, mogelijk zijn. Kijk, je moet wel motiveren waarom je bijvoorbeeld al die graven, of waarom je dat allemaal moet uitgraven. Ja. En waarom je niet bijvoorbeeld met geur die dassen weg kan jagen. Dus dat moet allemaal gemotiveerd worden. En om op jouw vraag um, terug te komen. Kijk, wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld uh, milieuorganisaties die zien dat zo'n ontheffing wordt verleend. En die vragen dan meteen een Voorlopige voorziening aan bij de rechter als ze het daar niet mee eens zijn. Dat is een soort kort geding in het bestuursrecht, een soort spoedprocedure, omdat je kan wel wachten, maar, maar die ontheffing die is meteen geldig. Ja. Ook al ga je in bezwaar, dan worden die DAS al. Ja, die, die ontheffing is al geldig. Dus waar kun je, je hebt een soort kort gedingprocedure in het bestuursrecht, dan kun je meteen dat aan de rechter voorleggen. Dat is bijvoorbeeld ook in Zandvoort gebeurd. Want met die Formule 1 kunnen ja. we ons nog wel herinneren. Ja. In, volgens mij, ik heb het er vanmiddag nog even bijgepakt, maar daar speelde de zandhagen Dis. Um, ja, we lachen een beetje, maar dat, dat speelde toen, was, was toen belangrijk. En um, daarvoor is ook net voor de, uh, twee weken voordat, uh, voordat die, um, die Formule 1 race uh, plaatsvond, is ook die ontheffing verleend. En is ook meteen een spoedprocedure ingezet. Mm -hmm. Waarbij uiteindelijk uh, die ontheffing bleef staan en de, uh, uh, de Formule 1 door, kan, door kon gaan. Ja, ja. Maar als dat nou niet kan, even gewoon hè, Formule 1, mooi voorbeeld, extra ja. voorbeeld, maar ook in dit geval de, de treinen. Dus, dus we hebben een, een, bijvoorbeeld een ProRail, de beheerder van het spoor, die vraagt een ontheffing aan. Uh, de RVO uh, namens het ministerie zet een handtekening, want die zeggen nou is goed, maar dat is toch iets te snel gegaan, want er was snel, snelheid in de procedure. Uh, en de rechter kijkt uiteindelijk naar een ge kort geding, dat heet dan anders, maar dat ja. wordt aangespannen door een natuurbeschermingsorganisatie ja. en die ziet... Dit is, niet, 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 dit is eigenlijk niet goed gegaan. Die ontheffing had niet verleend mogen worden. Maar die dassen die zijn al weg. Wie, heeft dan, wie, heeft, wie betaalt dan eigenlijk de rekening? Ja, ja, ja dat is, dat is een, een, een lastige vraag qua schade. En, en vaak in de praktijk zien we, um, zien we dat soort situaties ook niet zo heel veel voorkomen. Het gebeurt omdat, gewoon grondig. Ja, nee, dat niet zozeer. Maar heel veel wordt in zo'n spoedprocedure toch wel, wel uitgevochten. Omdat uh, nou ja, uiteindelijk is er geen, geen groot financieel belang mee gemoeid uh, met die dassen. Dus dan is altijd achteraf. Uh, sprake van als er een onrechtmatig besluit zou zijn geweest... achteraf, um, ja, wat is dan de schade? Uh, wie kan daarvoor gecompenseerd worden? Daardoor komt in de praktijk komt dat eigenlijk achteraf niet zo vaak voor. En uh, speelt die procedure zich vooral voordat de werkzaamheden... gaan beginnen in zo'n spoedprocedure. Alleen wat wel relevant is, is stel je komt er in stel milieuorganisaties, die hadden hier inderdaad... Uh, een beroep tegen aangetekend in zo'n spoedprocedure... Zo en zo'n ontheffing gaat, gaat onderuit... Ja, dan, dan hebben we eigenlijk alleen maar verliezers, behalve, behalve de DAS. Um, omdat ProRail, die uh, kan niet beginnen met de werkzaamheden. Uh, de minister heeft een, ja, dat wordt dan voorlopig geoordeeld, maar heeft een onrechtmatig besluit uh, uh, afgeleverd. En dan kun je uiteindelijk nog niks. Ja. Dus het is van groot belang dat dit grondig gebeurt. En daarom um, bijvoorbeeld bij, bij woningcoöperaties uh, 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 grote woningprojecten uh, duurt dit maanden voordat je zo'n ontheffing hebt. Alleen in dit geval zagen we dat er op 21 maart een uh, ontheffing werd aangevraagd die op 23 maart was verleend. Ja. Waarbij er uh, binnen die dagen allerlei onderbouwingen naar elkaar werden gestuurd. zijn dus heel wat ambtenaren hebben daar burn-out klachten ja. naar gekregen. Nou, ja, ik zag dat, uh, dat er elk, uh, elk half uur volgens mij twaalf intercities langs, uh, langs rijden. Ja, ja, ja. Dus uh, beide partijen zagen wel dat er haast mee gemoeid was. Ja. Ongelooflijk, ja. En uiteindelijk is het wel opgelost, toch? Ja, het is opgelost. maar dus met die ontheffing? Ja, met die ontheffing is het opgelost. Alleen, um, kijk, het is wel zaak dat, dat hier ook in de regio... en ik zag toevallig, uh, ook om het een beetje regionaal te houden... zag ik dat de DAS het hier in de regio in het oosten heel goed doet. Dus het is denk ik ook voor hier, voor in de regio van belang... om goed te inventariseren van waar zitten die dassen en kan dit op termijn problemen ja. opleveren. En um, ja, ga, ga aan het werk met die ontheffingen... Om, om, om dit mogelijk te kunnen maken. En niet dat er weer zoiets gebeurt. Dat ja. de week het spoor uh, dicht is. Nou ja, en ik herinner me, want dat is dan het spoor. Maar om wat breder te trekken, uh, herinner me ook het verhaal van de Dassen-organisatie. Uh, Dassen-werkgroep Twente heet het geloof ik hier. Die zeiden van, uh, op het vliegveld zitten ze ook. Hè? En daar worden dan activiteiten gehouden waarvan zij betwijfelden, mag dat eigenlijk wel? Hè? De, uh, uh, worden die Dassen niet in hun, in hun uh, gebied uh, nou ja, uh, aangetast? Uh, zijn er nog meer um, ja, voorbeelden? Toen we, je hebt woningbouw, Formule 1. Ja, we hebben er al best wel wat genoemd eigenlijk. Ja, hè? ja maar ook uh, inderdaad, uh, je noemt de evenementenlocatie. Maar het is eigenlijk alles met, met nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Gewoon, ru gewoon ruimtelijke, on ruimtelijke ontwikkelingen. Stel, ze willen hier op de hoek, uh, zitten uh, uh, zit een groen gebied. Uh, je wil daar wat, wat realiseren. Nou ja, de, de, de vraag is ook groot naar, naar bijvoorbeeld woningbouw. Maar ja, daar zit een, uh, zit een, een broedplaats van een vleermuis... Uh, wat doe je dan? En dan, uh, daar wordt vaak een beetje cynisch over gedaan. Maar um, zolang je dat allemaal niet goed motiveert. en vooral niet goed in kaart brengt. Want uh, het is van groot belang dat je, uh, dat je ook laat toetsen of die dieren er zijn. Ja. Want als je dat niet laat toetsen. en je krijgt vervolgens. Uh, ga je beginnen met de werkzaamheden. en je hebt nog niet zo'n onroepelijke vergunning. ja, dan kan het zijn dat zo'n vergunning uiteindelijk onderuit gaat. omdat je niet goed hebt geïnventariseerd. Wat voor beschermde diersoorten daar eventueel kunnen zitten. Ja, ja, dus dat is echt van, echt van groot belang. De deksel op je neus in een later stadium, wat dat betreft. Ja, ja. ja absoluut. Um, die, die das, uh, en je noemt ook de vleermuis, en zo zullen er zullen ongetwijfeld meer uh, ja, uh, soorten zijn voor wie dat speelt die beschermd zijn. Wie bepaalt eigenlijk welke dieren een beschermde diersoort zijn? Ja, je hebt, um, um, je hebt de Wet Natuurbescherming in Nederland. Alleen die wordt uh, voor een deel ingevuld door regels uh, van de Europese Unie. Dus uh, de Europese Unie die kan richtlijnen vaststellen. En die hebben in dit kader, uh, in het kader van beschermde diersoorten, hebben die bijvoorbeeld de Vogelrichtlijn uh, uh, vastgesteld. Dat is de richtlijn die alle vogels uh, op het grondgebied van de Europese Unie beschermt. Dus alle vogels zijn beschermd, dus ook in Nederland. En vervolgens moet de Nederlandse wetgever. Die moet zo'n richtlijn implementeren, heet dat dan. Dus, dus doorwerken in Nederlandse wetgeving. En dat belandt dan in de wet natuurbescherming. Zo is dat ook bij de Habitat-richtlijn, heet dat. Heet dat. dat heeft de Europese Unie ook vastgesteld. Dat moet, daar zijn allerlei diersoorten, een hele lijst met allerlei diersoorten, zoogdieren. Eh, zoals de wolf bijvoorbeeld, de zandhagedis. Dat soort dieren. Die worden ook beschermd. Die moet de, wetgever, de Nederlandse wetgever ook implementeren in de Nederlandse wet natuurbescherming. En dan is er nog een deel, en dat is onder meer de das. Daarvan zegt de, de Nederlandse wetgever: um, de Europese Unie geeft ons niet de opdracht om die dieren te beschermen, maar op basis van het nationale belang ja. vinden wij dat de, dat de das moet, beschermd moet worden in Nederland. Dus nemen wij die op in die lijst van de wet natuurbescherming. Ja. Dus een deel is vanuit de EU geregeld en een deel zegt de Nederlandse wetgever: hey die das, die vinden wij belangrijk die moeten we beschermen en dat lukt blijkbaar aardig want sinds de jaren tachtig uh, groeit de populatie las ik uh, dat die uh, die dassengroep in Nederland in ieder geval zegt um, maar hoe, waar zit dan het verschil als je zegt van oké okay, we hebben bijvoorbeeld een richtlijn gegeven vanuit Europa hè, een vogelrichtlijn of een habitatrichtlijn Just. Nederland implementeert dat uh, in de Nederlandse wet waar zit het verschil tussen de richtlijn en de en de daadwerkelijke wet dan uh, in dit geval soms nou de, de, het verschil zit erin dat um, in dit geval zoals een ontheffing of wat dan ook um, dat is waar de burger zich uh, een beroep op kan doen. Dus dat is uh, ja, het, het geldende recht in Nederland. Ja, ja. En uiteindelijk, die Habitat-richtlijn, dat is een, een opdracht vanuit Europa aan Nederland. Van uh, ga hier wetgeving van maken, ja. zodat de Nederlandse burger daar zich op kan beroepen. Ja, ja. En dat ja. is uh, voordat het nu heel staatsrechtelijk wordt. Maar uh, zo moet je het heel simpel zien. Dat gewoon, uh, die Habitat-richtlijn is gewoon, uh, van wij vinden het, het belang van de natuur, vinden wij heel belangrijk vanuit Europa. En hier is de opdracht aan een Nederlandse wetgever. Van maak je, je wetgeving van. Ja, Zo ja. moet je het zien. Nou ja, ik vraag dat ook omdat uh, ik, het doet me een beetje denken aan het hele stikstofprobleem uh, in ja. Nederland. Waar ik begrepen heb dat Europa eigenlijk niks zegt over stikstof in, hun, in de Europese wetgeving. Maar meer zegt: ja, wij uh, geven misschien wel een richtlijn, maar dat weet ik niet. Maar we geven in ieder geval een opdracht o, natuurbescherming. Hè, bescherm je natuur. En dat Nederland die invult uh, met, met een, met een stikstofwet. Uh, ja, hier moet ik je wel even corrigeren. want... Okay. Uh, dat stikstofverhaal dat hangt inderdaad ook onder de Nederlandse wetgeving van de wet natuurbescherming. en hangt ook onder de habitatrichtlijn. Dus die habitatrichtlijn die geeft, net als wat ik net heb uitgelegd met beschermde diersoorten, ook ten aanzien van stikstof van één um, Nederlandse wetgever. Um, er mogen geen significante effecten op Natura 2000 gebieden um, plaatsvinden bij ontwikkelingen. Dat is wat de, wat de Europese wetgever zegt in die richtlijn. Um, Leg dat vast in jullie Nederlandse wet in de Nederlandse wet natuurbescherming. Mm -hmm. En daaruit volgt, wat nu in de, in de, in de wet natuurbescherming staat, dat er uh, geen negatieve effecten van een, van een ruimtelijke ontwikkeling mogen plaatsvinden. Die, die op een Natura 2000 gebied dan uitstoten en wat dan een negatieve werking heeft. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk is, is die, die regels, die stikstofregels. Maar misschien is het interessant om daar nog een keer uh, uitgebreid bij stil te staan hier in, in deze uitzending. Um, die stikstofregels die zijn... Uh over het algemeen niets meer dan een uitwerking van wat de EU aan Nederland heeft opgelegd. Ja, ja. ja maar dat is natuurlijk, dat is zeker interessant, omdat dat een heikel punt is en omdat de vraag telkens is, uh, als ook een politici, ook op een, op een provinciaal niveau, die zeggen dan, ja, um, partij dit, uh, jullie kunnen dat wel zeggen, maar van Europa moeten wij zus en zo. En anderen zeggen dan, ja, nee, er is wel wat speelruimte als je naar de Europese wetgeving kijkt. Hè? Dus ik ben wel benieuwd, uh, ja, misschien ja. kunnen we daar een volgende keer ja, over hebben, klopt. hoe werkt dat eigenlijk? Uh, hoe zit het in dat geval? geval de Europese wetgeving en de Nederlandse wetgeving uh, daar opgesteld in elkaar. Uh, Brand, Peters, dankjewel in ieder geval voor nu uh, voor, de, voor het uitleggen over de, de dassen. Als voorbeeld dan ja. van hoe uh, dierbescherming ons, uh, ons leven in Nederland beïnvloedt. Dankjewel. Uh, tot de volgende.